Achterhoekse Wandelvierdaagse 2010 is maandagavond officieel van start gegaan. Tijdens een prachtige opening werd de zesde editie van dit wandelevenement op spetterende wijze geopend. Tijdens de officiële opening spraken we met voorzitter Johan Dollekamp van de stichting Achterhoekse Wandelvierdaagse. En hij hoopt op een mooie nieuwe editie van dit prachtige wandelevenement. Dat hopen we. Ik heb net gezegd, we hebben alles in de hand, behalve het weer. Nou, als dat nog even blijft druppelen en daarna komt de zon weer tevoorschijn, dan denk ik ook dat we inderdaad een van de mooiste vierdaagses van de Achterhoek gaan beleven. Als we hier aankomen lopen, zien we meteen een van de eerste veranderingen. De startplaats, de plaats waar het allemaal om draait. Dat klopt. We zijn dus verhuisd naar het Simonsplein. Dit is eigenlijk de derde verhuizing in 6 jaar. En dat is voor een kleine organisatie als de ons is er natuurlijk een geweldige ingreep. Maar dankzij de inzet van onze portefeuillehouders en alle overige vrijwilligers zijn we erin geslaagd om dit hier neer te zetten. En als je hier inderdaad aankomt, dan denk ik dat het visitekaartje erg mooi is. Ja. We zien in één keer een heleboel sfeer extra. Klopt. Ook al door de terrassen natuurlijk van de horeca. En nou ja, daar gaat het ons ook om. Onze deelnemers moeten plezier hebben in het wandelen, maar die moeten ook weer gastvrij ontvangen worden. Nou, dat kan voor de Achterhoek dus een extra dimensie betekenen. Ja. Morgen is de start, dan gaan ze allemaal lopen. Alle deelnemers, bijna 1800. Een tijdje geleden spraken we elkaar, toen zaten we rond de 1500. Toch een behoorlijke inhaalslag gemaakt nog de laatste weken. Dat klopt, maar dat is bij alle vierdaagse het geval. De mensen die wachten eerst het weer allemaal af. En wanneer ze denken van nou, het wordt redelijk goed, dan op het laatste moment schrijven ze in. En ook, sommigen kunnen geen verlof krijgen of zitten bij vakanties en dergelijke. Maar het is de gewoonte om vrij laat in te schrijven. De Achterhoekse Wandelvierdaagse wil de komende jaren meer deelnemers trekken. Om dat te bereiken wordt de 10 kilometer route geïntroduceerd. Dit jaar voor het eerst op de vrijdag als proef. Dat klopt. Wij gaan volgend jaar officieel met de 10 kilometer starten, 4 dagen lang. En bij wijze van proef willen we dit jaar op de vrijdag de mensen in de gelegenheid stellen om de eerste keer die 10 kilometer te lopen. En dat is dan de vrijdagroute van volgend jaar. Het is in principe voor de mensen die 1 dag willen meelopen. En mensen die nog geen enkele ervaring met een wandelvierdaagse hebben, is dit een ideale gelegenheid om dus eens een kijkje in onze keuken te nemen. En een mooie gelegenheid om de sfeer te proeven, want die sfeer die zit er goed in. Ook dat. En ik ben ervan overtuigd dat de intocht vrijdag dat die een stuk gezelliger wordt dan in het verleden. Ja. Nog even de oproep voor alle mensen langs de route. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag wordt er gelopen. Morgen richting Weel, richting Laag en Hoogkeppel, Hummelo en die omgeving. Ja, de oproep voor mensen die langs de route wonen. Nou, we hebben dus bij 3000 mensen een briefje in de bus gedaan met het verzoek om te gaan vlaggen en om de deelnemers aan te moedigen. En we hebben erop heel veel positieve reacties gehad. Dus ik ben ervan overtuigd dat zeer veel mensen onze deelnemers zullen aanmoedigen. Een van de mensen die we zeker aan zullen treffen langs de route van de Achterhoekse Wandelvierdaagse is burgemeester Keizer van de gemeente Doetinchem. Hij zal niet meelopen met de Wandelvierdaagse vanwege een langslepende knieblessure. Maar hij hoopt zeker de deelnemers de komende dagen aan te kunnen moedigen en een hart onder de riem te kunnen steken. Nou, ik heb elk jaar niet hetzelfde smoesje, maar het komt wel elke keer erop neer dat het iets met mijn knie te maken heeft. Ik heb afgelopen week nog geprobeerd om 20 kilometer te lopen. Dat is ook wel ongeveer gelukt, maar ik moet dat niet forceren. Dus dat was gelijk ook een waarschuwing. Maar ik zal wel in ieder geval vrijdag bij de grote intocht aanwezig staan. En alle mensen ontvangen die afstand hebben gehaald? Ja, dat is ook een beetje traditie en dat willen wij hier erin houden. Het moet een mooie intocht worden. Ik heb gehoord van Johan Dollekamp, voorzitter van de Wandelvierdaagse, dat ze hopen op heel veel sfeer. En dat is waarschijnlijk iets wat u nog kunt beamen. Ja, kijk, als het weer een beetje meehelpt, wordt het nog beter. Maar ik weet zeker dat het hier op het Simonsplein onder de grote stadsluifel, dat gewoon altijd goed wordt. En voor man van het eerste uur en routecommissaris Piet Klein van de Achterhoekse Wandelvierdaagse werd het extra goed. Hij werd onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau en kreeg de versiersla opgespeld door burgemeester Keizer van Doetinchem. Het is altijd een risico als je er iemand uit ligt, want je doet anderen dan tekort. Maar ik zou toch onder deze prachtige grote paraplu, zou ik iemand hier naar voren willen roepen om die eens extra in het zonnetje te zetten. Ik heb het over iemand die vanaf het allereerste begin betrokken is bij de Achterhoekse Wandelvierdaagse. Een van de medeoprichters. Iemand die zich met hart en ziel heeft ingezet om dit evenement van de grond te krijgen en het ook te blijven te laten landen. Iemand die zich op alle mogelijke manieren met al zijn ervaring en zijn energie heeft ingezet om de Achterhoekse Wandelvierdaagse op de Nederlandse wandelkaart te zetten.
Het is iemand die zich onderscheidt op vele terreinen en takken van sport. Iemand die actief is geweest in het jeugdwerk, in de voetbal, maar ook in het wijkwerk, in de watersport, rondom 5 december, met een wat mysterieuze taak die dan ook vervuld moet worden. En als je dat zegt van wie voldoet aan dat profiel, wie is die grote man waar ik het nu over heb, die grote man is de heer Klein. En ik zou willen vragen of de heer Klein hier naar voren wil komen. Waar is hij? Ik heb hem straks gezien. Toen heeft hij mijn jas nog vastgehouden. En misschien doet hij dat nu nog. Hij komt helemaal van achter. Dames en heren, de heer Klein. Meneer Klein, ik heb zojuist in min of meer bedekte termen gezegd van waarin sommige mensen zich kunnen onderscheiden met het wandelen, met de watersport, met het jeugdwerk, met het scheidsrechterswerk enzovoort. En u keek om zich heen en zo van wie zou dat nog meer allemaal kunnen zijn die dat gedaan heeft. Maar er is er geen één. En daarom kan ik maar zeggen, er is maar één vent zo groot en dat is Klein zelf. En daarom kan ik u vertellen dat het Hare Majesteit heeft behaagd om u te onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau. En ik mag de bijhorende ridderorde thans aan u opspelden. Ook bijzonder tijdens de opening was dat Roel Smit op het carillon van de Catharinakerk in Doetinchem het Vierdaagse lied ten gehore bracht. De Achterhoekse Wandelvierdaagse 2010 is de komende dagen te volgen via Radio Ideaal, Ideaal TV en www.ideaal.org.